Welkom op de Lenteveining, waar we een 1200 loten zullen presenteren met de nadruk op moderne kunst en vooral ook naoorlogse periode. Achter mij ziet u een fantastisch werk van Philip van den Berg, een werk uit 1986, ja, vader getiteld. Philip van den Berg, een naam misschien niet iedereen bekend, maar toch aan een remonte bezig en een herwaardering, een herontdekking waard. In de Werk op papierveiling twee belangrijke werken van Jan Schoonhoven, die bij de nulbeweging mag worden gerekend. Een beweging die eigenlijk aansluit bij de internationale zero-beweging en waar dan vooral de objectiviteit van het werk centraal staat. We staan hier voor een uniek kunstwerk, een werk van Piero Manzoni. Uniek in die zin dat zoiets op de Belgische markt nog nooit is gepresenteerd. We zijn uitermate fier om een werk, een Acroon uit 1958, van Manzoni te mogen presenteren. Het is een werk waar de kunstenaar kaolin, een soort klei, gebruikt over een doek en het laat uitharden. En eigenlijk ook hier volledig zich distancieert van het schilderij. Hij zegt, het schilderij moet zichzelf zijn, zonder eigenlijk grote inbreng van de kunstenaar zelf. Op 19 februari dit jaar zijn we speciaal naar Milaan gereden om het te laten authentifiëren door mevrouw Rosalia Pasqualino Di Marineo, die ook erg blij was om het te zien. Voor haar was het ook een trouvaille. Dus het is niet alleen belangrijk voor het Veininghuis, het is niet alleen belangrijk voor de Belgische kunsthandel, maar het is ook nog eens belangrijk in het oeuvre van Manzoni dat zulks terug opduikt. Uit dezelfde collectie een fantastisch werk van Chang Yul Kim uit 1976. Getiteld Les Gouttes d'eau, zoals u kan zien, dus allemaal waterdruppels. Van ja, toch wel misschien wel de belangrijkste Koreaanse schilder heden ten dagen. Die zich in 1969 gevestigd heeft in Parijs en sindsdien niet anders gedaan heeft dan het schilderen van waterdruppels. Voor de schilder zelf is het meer een meditatie dan een echte objectieve waarneming van de realiteit. Op de veiling Moderne Kunst wordt er ook belangrijk constructivistisch werk aangeboden. Voornamelijk uit de Antwerpse avant-garde, met niet minder dan drie belangrijke werken van Jozef Peters. En een extreem belangrijk werk van Felix de Boek, een werk uit 1922. Ik denk dat het lang geleden is dat er in Antwerpen zulke collectie avant-garde is aangeboden. En we kijken sterk uit naar de internationale interesse voor deze tot op heden ondergewaardeerde schilders.